Om zeven uur ochtends kan het hier zo mistig zijn in de velden. Die nevels, prachtig is dat. En het doet mij denken aan de analogie wat er op dit moment in de samenleving aan het gebeuren is en waar ik mij zo graag mee bezig hou. Wat dient er zich vanuit de verte aan? Wat, wat komt er vanuit de toekomst naar ons toe? En dat probeer ik met mijn derde oog te zien en daar taal aan te geven en methodiek rond te verzinnen volgens mij is dat het feit dat wij allemaal hunkeren naar zingeving. Wij willen allemaal deel zijn van een groter geheel, waar we dan een bijdrage aan leveren en door die bijdrage een gevoel krijgen van zinvol geleefd te hebben. Wij willen behoren tot een team, tot een organisatie waar we trots op zijn. We willen wonen in een buurt en een straat Waar we van voelen, dit is onze straat. Dit is onze buurt. We willen in een samenleving wonen waar iedereen toe behoort. Waar het ecologisch oké okay is. We willen er trots op zijn. En we willen vanuit onze eigen individuele talenten daar een bijdrage aan leveren. Daar, daar, ons daaraan geven. Dat geeft zin. En de taak van, van professionals, zoals coaches, leraren, leidinggevenden, maar ook ouders, iedereen eigenlijk, is elkaar te challengen. Om, om bewust te worden dat je niet alleen leeft in je comfortzone voor je eigen succes en je dagelijkse to-do's. Maar dat je gesitueerd bent in gehele. En dat je eigenlijk wil je, dat het diepste, het diepste geluk is om een bijdrage te leveren aan die gehele, om het welzijn van dat geheel te verhogen. En zo moeten we elkaar durven challengen, vragen stellen. En een centrale vraag die ik in Attlee uh, kan, vind, Reflections on Evolutionary Activism, dus het grootste plaatje van de mens die in zijn mens zijn zich ontwikkelt, is eigenlijk volgens hem de vraag Where do my gifts and passions... Meet the world's evolutionary need at this time. Dus waar is je individuele talent en eigenheid precies in resonantie, in ontmoeting met wat er nu het meeste nodig is in de wereld? Evolutionair gezien, in het grootste plaatje, wat is er echt het meeste nodig? En hoe ga jij vanuit je talent daar een bijdrage aan leveren? Elkaar daarin challengen. Dat is ook hetgeen ik met de ontwikkelingsgerichte benadering wil doen. Ontwikkeling gaat altijd in lagen. En je individuele ontwikkeling is altijd gekoppeld aan de ontwikkeling van die grotere gehele, waar je eigenlijk thuis in wil zijn. En door je de koppeling te maken van je individuele ontwikkeling en talenten aan het welzijn van dat geheel, ga je zin ervaren. Dat is volgens mij. De onderstroom, de diepe hunkering die bij heel veel mensen leeft, die ze niet altijd kunnen verwoorden, want ze hebben alleen maar een probleemtaal. Burn-out, de gouden kooi, de frustratie van de idealisten, het zoeken naar klanten van zelfstandige professionals. Dat allemaal is problematisch gericht. Maar de diepe hunkering is eigenlijk een nieuwe soort de wereld te creëren. Die koppeling van individualiteit aan die grotere gehele. Daar gaan we in de ontwikkelingsgerichte benadering helemaal voor.